Honderden mensen op straat bij COA. Wateringen verzet zich tegen verkeersoverlast. En oranje slang jaagt angst aan. Het is donderdag 22 september, dit is het TV West nieuws. Dag dames en heren. Op het hoofdkantoor van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, COA, in Rijswijk, verliezen 200 mensen hun baan. Het COA moet 51 miljoen euro bezuinigen, vooral doordat het aantal asielzoekers terugloopt. Vakbond Abfacabo FNV wil dat het COA in Rijswijk het aantal gedwongen ontslagen beperkt of naar ander werk begeleidt. De medewerkers van CNV Publieke Zaak in Den Haag gaan vandaag weer aan de slag na de gruwelijke gebeurtenissen van dinsdag. Een oud-medewerkster zou bij het kantoor haar 10-jarige dochter hebben gewurgd. En onze verslaggever Renate Sonneveld is bij het kantoor aan de Carnegielaan. Renate, het zal wel een heel vreemde dag zijn voor die CNV'ers. Ja, dat zal het zeker. Gisteren nog hebben ze hier niet gewerkt, zijn ze elders in Den Haag opgevangen om hun verhaal kwijt te kunnen. Het was een emotionele bijeenkomst, heb ik begrepen. Maar ja, nu moeten ze toch weer aan de bak. En ik denk dat ze ook nog niet uitgesproken zijn over hetgeen hier dinsdag gebeurd is. Ik heb net wat mensen aangesproken. Niemand wil voor de camera reageren. Mag eigenlijk ook niet, is een opgedragen. Maar er was wel een mevrouw die zei van normaal gesproken... Ja, parkeren we gewoon onze auto's achter het gebouw. Dat kan ook gewoon. Maar vandaag laat iedereen zijn auto toch maar gewoon thuis. Omdat ze niet daarachter willen komen. De plek waar het kennelijk gebeurd is. Nou ja, het is ook niet niks. Ik zei het al. Stel je voor, een ex-collega komt langs met haar twee kinderen. Gaat weg, komt vervolgens terug met de mededeling dat ze haar eigen dochter heeft vermoord. En dat hakt er natuurlijk wel behoorlijk in. Nou, de kranten hebben het er ook nog gewoon over. Het AD meldt bijvoorbeeld dat er bij het huis van de vrouw in Rotterdam bloemen liggen. En zowel het AD als de Telegraaf die hebben het erover dat de vrouw verward was omdat ze in scheiding ligt momenteel. Goed, dankjewel. Renate Sonneveld in Den Haag. Straks Wateringers woest om wegverkeer. Een lesprogramma om ouders en leraren bewust te maken van de gevaren van social media. Alphenaar Gaby Paans ontwikkelt het lesprogramma Social Danger in Zoetermeer. Afgelopen week sloot daar het Oranje Nassau College een dag vanwege dreigtweets. Ouders en leraren zijn zich niet altijd bewust van de gevaren en valkuilen van de websites waarop jongeren zich begeven. De provincie Zuid-Holland heeft extra strooizout ingekocht. Dit om te voorkomen dat er de komende winter problemen ontstaan. Afgelopen winter ontstond er een tekort en konden niet alle provinciale wegen ijsvrij worden gemaakt. In totaal ligt er 15.000 ton in de Zuid-Hollandse opslagloodsen. Dat moet meer dan genoeg zijn voor een strenge winter, denkt de provincie. Ter vergelijking, afgelopen winter ging er 12.000 ton aan strooizout doorheen. De Haagse cabaretier Paul van Vliet heeft een Gouden Eeuw Award gewonnen. Dat heeft de Stichting Nederland Positief, initiatiefnemer van de awards, bekendgemaakt. Van Vliet krijgt de prijs voor zijn hele carrière. De Gouden Eeuw Awards worden elk jaar op de laatste dag van de zomer uitgereikt als een ode aan de creativiteit van de Nederlandse samenleving. De gemeente Den Haag vindt de bruggen aan de Dr. Kuiperstraat, het Piet Heinplein en de Laan van Nieuw-Oost-Indië Schenkkade onveilig. De bruggen moeten dringend worden vervangen om te voorkomen dat ze instorten. De paalconstructies en de houten funderingen zijn niet meer goed en het betonnen dek is in zeer slechte staat. Er is geen direct gevaar, zegt de gemeente. Bewoners van het Molenweer in Wateringen zijn het helemaal zat. Sinds enkele dagen wordt het verkeer omgeleid via hun straat en dat leidt tot geluidsoverlast en gevaarlijke situaties. Terwijl dat helemaal niet nodig is volgens de bewoners. Bas Asseman woonde altijd rustig, maar nu aan een van de drukste kruispunten van Wateringen. Zijn geduld is helemaal op, dat vraagt om actie. Ze rijden helemaal zootje naar de vernieling. Mijn trailertje die gaan we daar hier voorzetten, die kent er niet meer uit. Het is gewoon één ramp. Ik accepteer het gewoon niet meer. En als het vannacht die politie mijn wagen weghaalt, maakt niet uit. Dan laat ik daar en daar gewoon de weg door een shovel weghalen. Ja, ik ondersteun deze actie, want ik vind dat het gewoon veel te druk is in de wijk. De meeste buren staan achter de blokkade. Als de politie eindelijk polshoogte komt nemen, gaan ze samen het gesprek aan. Ik denk op kantoor een bakje, dan gaan we het even uitleggen wat ik zeer boos over ben.
U gaat de wagen nu weer weghalen? Ik ga de wagen nu weer weghalen in overleg met de politie. Zodat we, nou ja, het punt is daar wel duidelijk, denk ik. Ik heb een goed gesprek gehad, een heel goed gesprek gehad. Maar ik laat er niet, ze moeten me niet naar maling nemen. Niemand. En sport dan. ADO gaat door in de beker. Ten koste van Scheveningen. Makkelijk was het niet. ADO kwam nog achter na een penalty van Sjaak Polak. Maar doelpunten van Horvat, Toornstra en Sherry zorgden voor de overwinning in een slechte wedstrijd voor ADO Den Haag. Gewoon heel slecht de eerste helft en wij moeten veel beter kunnen. En, dat laten we niet zien, want dan kun je zelf een hele gemakkelijke aanval tegen dit Scheveningen bezorgen. Dat doe je niet. Dus je gaat mee in het spel van hun. En, dan ben ik uiteraard blij dat we de volgende ronde hebben gehaald, maar niet de schoonheidsprijs. Je komt 1-0 voor, maar dan moet gewoon een man af. Ja, en dat gebeurt niet. Ja, dan moet je toch tegen 11 man moet je het gaan uitvechten. Ja, dan heb je het einde van de rit verloren. Goed, het had voor ons een uitgelezen mogelijkheid om het bij Vlagen goede spel van afgelopen zondag, om dat vanavond om het zelfvertrouwen op te vijzelen richting de mega belangrijke wedstrijd tegen VVV. Dus, maar dat hebben we niet goed ingevuld, tweede helft bij Vlagen, maar de eerste helft was heel matig. Ja, en die mega belangrijke wedstrijd tegen VVV is dus op zaterdagavond. En Radio West doet er uiteraard ook live verslag van. Hij was fel oranje en nogal agressief toen ze hem vonden. Twee hoveniers die in Leidseveen het gras aan het maaien waren, keken vreemd op toen ze opeens een bijtgrage slang in het lange gras vonden. Ze wisten met behulp van een hark de slang in een emmer te leggen en daarna belden ze de dierenambulance. Hier in het gras, ergens in de Haagse nieuwbouwwijk, moet hij rondgekropen hebben. Ik moet er niet aan denken. Ik zeg dat ik zoiets tegen zou komen. Maar voor de mensen van de dierenambulance is dit bijna dagelijks werk. Met wat plastic overheen, wat ze met hem vangen, hebben ze dat erop gelegd, zeg maar. Ah, een rode ratslang, ja. Het gebeurt regelmatig dat we dit soort slangen ophalen, ja. Het zijn de meest voorkomende slangen die mensen houden. En die is gewoon ontsnapt uit een terrarium? Waarschijnlijk wel. Dus altijd even gissen, want dat weten we natuurlijk nooit zeker. Maar ik denk het inderdaad wel. Kijk, hij is boos. Hij is boos. Ze kunnen gevaarlijk zijn. Zoals je net zag, hij was best wel boos. En dan kunnen ze ook gewoon bijten. Voel je dat? Ja, dat voel je wel, ja. Wat vond u ervan, het slangetje? Ja, hij zag er wel mooi uit, moet ik zeggen. Iets voor u? Nee. Geef mij maar een hond. Een hond vind ik wel veel leuker dan een slang. Ja, nou, ik kan dus ook. Het weer dan. De dag is zacht van start gegaan. Blijft het vandaag ook droog? Wimman Huub Mizee. Nou, op de meeste plaatsen blijft het inderdaad wel droog, maar een enkel buitje zou nog wel mogelijk kunnen zijn. Verder zal de bewolking misschien nog wel overheersen, maar in de loop van de dag komt er toch ook wel weer af en toe wat zon. De westenwind is aanvankelijk nog af en toe vrij krachtig, langs de kust zelfs krachtig, maar die zal in de loop van de dag geleidelijk afnemen en wordt dan overwegend matig. En de maximumtemperatuur die wordt ongeveer 17 graden. Dankjewel, Huub. En dan blikken we vast vooruit op ons programma Tis Wat. Met deze hele week een serie over tuinders van het volkstuinencomplex De Schoffel in Rijswijk. En vandaag gaan we langs bij de handige meneer Flink, die er vooral onbekend staat dat hij veel mensen helpt. U helpt anderen ook heel graag? Nou, graag niet meer. Nee? Dat denk ik wel, maar nadat ik ouder ben... Wanneer bent u gestopt met helpen? Met roken? Helpen? Oh, met helpen. Toen ik 70 werd, toen zei ik, nou, het is nou wel genoeg geweest. Ja, de handige meneer Flink dus. En nog meer leuke items vandaag weer in Tis Wat. Vanaf 4:15 na het nieuws hier op TV West. En tot zover dan het TV West ochtendnieuws van donderdag 22 september. Straks kunt u nog kijken naar ons opsporingsprogramma Team West. En meer nieuws vindt u natuurlijk op onze website westonline.nl en hoort u ook op 89.3 Radio West. En vanmiddag om 5:00 is er weer een nieuwe uitzending van TV West Nieuws. Graag tot dan, fijne dag nog.